In deze video gaan we kijken naar het optellen van breuken. Stel, je krijgt van je leraar deze som. 1 derde plus 1 vijfde. Hoe ga je die bij elkaar optellen? Dat is een lastige. Laten we eens beginnen bij het begin om erachter te komen hoe we dat moeten doen. We leggen deze som even aan de kant en we gaan het eens even wat gemakkelijker maken. Nou, de allereenvoudigste breuk die je kent is misschien wel een half. En daar kun je heel makkelijk mee rekenen. Tenminste, in dit geval, een half plus een half is een half plus een half is 1. We gaan het even iets moeilijker maken, hè, want dit zijn twee dezelfde delen en die kun je bij elkaar optellen. Een half, wat is een half eigenlijk? Dat is 1 deel van de 2. Ja, dus hier hebben we 2 delen, maar we hebben er maar 1 van als we het over een half hebben. Dus 1 deel van 2, dit noemen we de teller en dit noemen we de noemer. Nu gaan we de som iets moeilijker maken. Komt ie aan. Een half. Ja, dat is dit stukje. Plus 1 vierde. En een vierde. Ja, dat was de helft. Dit gedeeld door 4. En daar dan 1 deel van. Dus dat ene deel is 1 vierde. En dit is een half. Deze halen we weg. En dan gaan we deze optellen. En dan komen we eigenlijk al bij de truc waar het om gaat bij het optellen van breuken. Wat je namelijk moet doen is ervoor zorgen dat de vormen waar je het over hebt, dat die hetzelfde zijn. Want dan pas kun je ze bij elkaar optellen. Nou, in dit geval is dat heel simpel. Hier heb je 1 vierde. Dat is een mooi vormpje. Ik zal hem even zo neerleggen, dan kun je het nog mooier zien. En je ziet dat de helft, dat eigenlijk bestaat ook uit 2 van die delen. Dus eigenlijk 2 vierde. 1 vierde, 2 vierde. En dit is een losse 1 vierde. Nou zie je al dus dat we van die helft, een half, 2 vierde hebben gemaakt. 2 vierde. En dat is dus hetzelfde als een half. Nou, als je goed kijkt naar dit plaatje, dan zie je dat 1 is vermenigvuldigd met 2. Maar dat betekent dat je 2 ook moet vermenigvuldigen met 2. Dus een half is 2 vierde. Oké. Nu zitten we met het probleem van deze som. Deze som. Een derde plus een vijfde. Vijfde, een klein stukje, en een derde is een iets groter stuk. Dat zijn de stukken die je niet met elkaar kunt optellen. Het lastige is dat je ze ook niet zo makkelijk hetzelfde kunt maken. Dus je kunt van een half kun je heel makkelijk een vierde maken. Maar van een derde kun je niet makkelijk een vijfde maken. Nu komen we eigenlijk bij de truc, en de belangrijkste truc die je moet kennen om breuken bij elkaar op te tellen. En wat we daar straks zagen bij de cirkel was dat we geprobeerd hebben om de deeltjes even groot te maken. Dus we verdeelden uiteindelijk een hele in 4 stukken en die waren hetzelfde van vorm en daardoor kon je ze bij elkaar optellen. In hoeveel vormpjes moet je nou die cirkel verdelen om gelijke stukjes te krijgen? Nou, daar is een eenvoudig trucje voor. En dat is door 3 keer 5 te doen. Dus door de noemers met elkaar te vermenigvuldigen. Dan krijg je 15. Dus je zou eigenlijk die cirkel moeten verdelen in 15 stukjes. Want dan kun je zeggen van ik heb zoveel stukjes die hetzelfde zijn. En zoveel stukjes die hetzelfde zijn. En dan kan ik ze bij elkaar optellen. Dus 15 deeltjes. Nu is even de vraag, hoeveel deeltjes heb je dan als je een derde hebt? Nou, ik heb het even hier alvast voorgeknipt. Ik heb dan 5 deeltjes en dat klopt, want 5 keer 3 is 15. In dit geval is 1 derde dus hetzelfde als, dan ga ik het hier neerleggen, als 5 vijftiende. Hetzelfde geldt voor het vijfde deel. Nou, dat is wat kleiner zoals je ziet. En als je nu 5 vermenigvuldigt met 3, kom je op 3 deeltjes. Dus is het plus 3 vijftiende. En nu is het heel eenvoudig geworden. 5 plus 3 is 8. 15 deeltjes. En we hebben de som uitgerekend.
Ja, dus dit bij elkaar is hetzelfde als dit bij elkaar.